Want de Britse premier Boris Johnson ligt op de intensive care. Ja, een uitzonderlijke situatie. De premier die op de intensive care ligt, niet in staat om zijn land te besturen. Je kunt je voorstellen dat de Britten in shock zijn. En dat zie je ook in de tablets terug van deze ochtend. Boris Johnson vecht voor zijn leven, zo staat er. Hij zou wel bij kennis zijn, maar zo nu en dan wel zuurstof toegediend krijgen. Nou ja, ook de Sun en de Daily Star, ze hebben het dus allemaal op de voorpagina staan. Alle kranten in Groot-Brittannië van deze ochtend. En Dominic Raab, de minister van Buitenlandse Zaken, die neemt nu de werkzaamheden van Boris Johnson over. We hebben nu aan de telefoon diplomatie-deskundige Robert van der Roer. Sterker nog, we hebben hem live met beeld hebben we contact met Robert van der Roer. Ja. En Robert, wat zijn nou de gevolgen hiervan voor het Verenigd Koninkrijk? Nou, dat weet eigenlijk nog niemand. Iedereen is in shock. Dit is natuurlijk een drama op 3 niveaus. Johnson heeft een nieuw gezin in wording, een vriendin die zwanger is, die ook al een week op bed ligt, met dezelfde symptomen, nog niet getest. Hij heeft ook nog kinderen uit een eerder huwelijk, we weten niet hoeveel. Inderdaad, Dominic Raab is zijn vervanger, een hardliner, die dezelfde lijn gaat doorvoeren. De vraag is wel, heeft hij dezelfde relatie als met Dominic Cummings, de grote man achter Johnson. Kijk, voor de wereld is het ook een drama en dat zie je ook. Johnson is een icoon van onze tijd. Hij hoort bij ons leven. En dat zie je ook uit de reacties die binnenstromen. Van Theresa May tot Donald Trump en van Macron tot Sanchez. Of die onderhandelingen over Brexit, het is bijna onparlementair om er nu over te beginnen, of die nog kunnen doorgaan, daar weet geen zinnig mens. Overigens, de Europese man aan de onderhandelingskant, Barnier, heeft ook het coronavirus. Is die al hersteld? Kortom, onduidelijkheid op alle fronten. Op alle fronten en dus ook over die Brexit. Inderdaad, Robert van der Roer, dank je wel. Die Brexit, we gaan het afwachten, is natuurlijk iets van misschien op de langere termijn, maar toch is wel waar iedereen aan denkt. Zeker, dat is waar iedereen aan denkt. Maar als Robert van der Roer zegt ook de gevolgen voor de wereld, dat Boris Johnson nu in het ziekenhuis ligt. Wat zijn die dan precies, los van de Brexit? Nou, in de eerste plaats natuurlijk dat je een regeringsleider hebt die nu op de intensive care ligt. Dat maakt dat het voor iedereen wel heel erg dichtbij komt. Het is natuurlijk afschuwelijk dat dit gebeurt. Ik denk dat die Brexit-onderhandelingen sowieso al een beetje op hun rug lagen. Gegeven de omstandigheden waar iedereen nu in verkeert. Waar landen op dit moment wel iets anders aan hun hoofd hebben. Maar dat Johnson nu zelf kampt met gevolgen van corona is natuurlijk voor iedereen dramatisch. Ja, wat betekent het voor de bestrijding van het virus? Binnen het Verenigd Koninkrijk? Nou, dat denk ik alles op alles gaat. En dat nu in ieder geval, laten we hopen dat het het land verenigt in de aanpak. Dat zie je in veel landen op dit moment gebeuren, dat men toch naar hun leiders kijkt. We hebben gelukkig nog steeds een kwieke, montere en ook gezonde, hoop ik, Mark Rutte. Maar het virus kan iedereen raken. Het is niet alleen volstrekt democratisch, maar het houdt zich helemaal nergens aan. Dus ook regeringsleiders zijn hier niet immuun voor. Nee, we hebben ook al een reactie gezien van Mark Rutte. Hoe werd er in de politiek verder gereageerd? Dit is iets wat nog dichterbij komt. Je ziet het elke dag bij ons in de straten en de ziekenhuizen op tv wat er in Nederland gebeurt. Je ziet dat het in het buitenland ook om zich heen grijpt. En als zo'n grote regeringsleider dan nu op de intensive care ligt, dat maakt het nog pregnanter. Ja.